Ik ben Thomas en ik speel Michael in Lazarus. Een prachtige voorstelling hier in De Lamar met hits van David Bowie. Echt een nieuw soort musical in Nederland. En vandaag mag ik jullie meenemen op een exclusief kijkje achter de schermen. Dit is where the magic happens. We zijn nu echt backstage achter het podium van Lazarus. Hier worden steeds de pruiken verwisseld voor de dames. Make-up bijgewerkt en dat soort dingen. En hier liggen alle attributen. Zoals je ziet, Lazarus is een best een heftige voorstelling. Vier soort messen en mijn telefoon. Heel nep, doe dat niet. Heel jammer. Oh ja, dan komen we bij iets heel leuks. Kijk dit. Dit is een boek, een soort van Lazarus dagboek. Tijdens de voorstelling, als je even niks te doen hebt, dan gaan mensen hier gewoon zitten. Hier zijn kleurpotloden en dan kan je gewoon dingen tekenen. Om de, ja, gewoon inspiratie, laat je vrij lopen en dan kan je gewoon dingen tekenen. Jorrit in onze voorstelling kan heel goed tekenen. En die heeft mij nagetekend. Dit lijkt er toch een beetje op, toch? Hier komen we bij een heel bijzondere muur. Want je zou denken, Thomas, wat vind je het fijn om naar jezelf te kijken? Want dit zijn namelijk allemaal foto's van mij. Jorrit doet dit elke voorstelling. Dan wordt er een foto kapot gescheurd en dan blijf ik over. En dan plakt hij die hier op, want zo weten wij hoeveel voorstellingen we gespeeld hebben. Vanavond spelen we onze 125ste voorstelling. Oké. Dragan Bakema, onze hoofdrolspeler, staat de hele tijd op het toneel. Maar hij heeft één keer in de voorstelling heel korte tijd om even af te komen. Maar hij drinkt tijdens de voorstelling heel veel gin. Wat natuurlijk gewoon water in een fles is, maar het is gin. Die man moet plassen, natuurlijk. Dan moet je even plassen als je moet drinken. En dit is dus een ingebouwd toilet in de voorstelling voor de man. Plast uit. Die geweldige hits van David Bowie worden natuurlijk gespeeld door een hele coole band, de Lazarus Band. En hier staan ze dan elke avond. Je hebt hier alle gitaren, 10 gitaren. Deze booth is voor de drums. En die man die ramt er echt goed op. Dat is zo geweldig als je dat hoort wat hij doet. En dan hier is onze eerste pianist. Het is ook de bandleider. Dat is Ferry. En hier staan dan mijn favoriete instrumenten, de blazers. Mijn lievelingsnummer uit deze voorstelling is When I Met You. Dat is echt een duet. Het is zo gaaf. Dan sta ik altijd hier aan de zijkant van het toneel mee te headbangen, mee te dansen. When I Met You, echt een topnummer. Dit is een leuk ding. Dit decor zit heel raar in elkaar. En wij moeten soms naar het midden van het toneel kunnen, want daar komen achter een televisiescherm vandaan. En je kan niet voorbij de band lopen, want daar staat gewoon een glas en dan zien mensen je zo voorbij lopen. Daar heeft Jan Verzwijfeld, de decorontwerper, de scenograaf, iets heel erg ingenieus op bedacht. Namelijk dit katrolsysteem. En nou is het leuk om mee daarin te gaan als camera, en jullie dus ook. Dan gaan we hierin zitten. En dan word je dus naar die kant in het midden toegereden. En dan, meestal tijdens nummers toch, als er dan heel veel lawaai wordt gemaakt, kan jij zo heel snel. Ja. Dus we gaan er nu in en komen daar in het midden uit. Kom maar mee. 3, 2, 1, go Nick! Wow! Kijk, en dan kom je dus hier in het midden uit. En dan kruip je eruit. Tada! Sta in het midden. En dan ga je zo ook weer terug. En dan komen we hier op het echte toneel bij het decor. En het eerste wat je ziet staan is een koelkast. Wat is er nou gek aan deze koelkast? Die staat de hele tijd open. En dat vind ik dus heel raar. Misschien is dat een beetje mijn autistische gedrag, maar ik denk steeds, die koelkast moet dicht. Want nu brandt het licht niet, maar normaal gezien brandt er wel licht. Want deze koelkast blijft dus heel lang openstaan. En hier zie je dan een televisiescherm. Zo'n LED-scherm. En als je van ver af kijkt, vanuit de zaal, is dat is een oog, dat raam. Dat is een oog, dat raam. En dit is een neus. Dus dit hele decor is eigenlijk één groot gezicht wat naar jullie, het publiek, kijkt. Dat wist je niet, hè? Kijk, wij spelen deze voorstelling 7 shows in de week. Dat is best vaak. En om het hier zo leuk mogelijk te maken, heeft Izar, onze technicus, iets bedacht. We mogen aan hem verzoekjes doorgeven. En dat maakt hij dan met witte gaffer tape, maakt hij dat op de grond. Dus hier is gevraagd, maak een eland, maak die man een eland. Maak een boerderij, maak dieren. En iets wat ik heb gevraagd was, ik vind The Lion King, dat is een van mijn lievelingsfilms. Dus ik dacht, hey Izar, kan jij misschien het moment van Natchewenya, als Simba wordt getoond, kan je het even maken met witte gaffer tape? Tuurlijk, zei Izar. Kijk maar, heeft hij gedaan. Kijk, en dit is de mascotte van de voorstelling backstage. Shaggy. Shaggy de eenhoorn. Dit vonden we wel heel leuk, maar op een gegeven moment kwamen we hier een andere dag en toen was baby Shaggy er ook. Was Shaggy bevallen van baby Junior. Maar nog een paar dagen later kregen we deze twee eenhoorns bij de stoel. Dus wij wachten nu nog steeds af tot er iets bij komt. We weten niet wat. Maar Jorrit heeft iets bedacht
En die heeft outfits, David Bowie outfits bedacht voor Shaggy. Dus hier is outfit nummer 1. Kijk, en dit is outfit nummer 1. Jorrit, vertel eens wat over. Ik had op een gegeven moment wat tijd tijdens de voorstelling. En toen dacht ik, ik ga onze mascotte, want dit is onze mascotte. Shaggy. Shaggy, de mascotte. Die ga ik aankleden. Ja. Dus ik heb een kostuum gemaakt. Dat zie je zo meteen. Want ook Shaggy heeft het koud af en toe, dames en heren. Precies. En toen kreeg ik vanuit van Steffi, zij is de eigenares van Shaggy. De baas van Shaggy. De baas van Shaggy. Van ja, maar dan moet je eigenlijk deze maken. En dat heeft hij gedaan. Met vrachtwagenzeil en duct tape. Top, hè? En dan nu outfit nummer 2. En dit is outfit nummer 2. Jorrit, vertel eens wat over. Nou, kijk, ik was geïnspireerd door dit outfit. Deze outfit. Dit, deze. En ik heb een soort combinatie gemaakt, want ze heeft ook nog een vleugel. Dus een combinatie met een andere outfit. Maar hier ben ik mee begonnen. Maar ze is nu wel een beetje Janet Jackson-achtig aan boobjobben, dus dit moet er overheen, toch? Nee, dat moet juist. Kijk maar. Oh. Eén onblote tepel. Eén onblote tepel. En de stof tepel. Heb ik wederom gekregen van Marloes. Van de kleding. Onze kleding, van de kostuums. Ja. Alright. Toch geweldig? Dit is de gang met alle kleedkamers en dit is de kleedkamer van de Teenage Girls. En ik denk dat Esmee en René in het zitten. Ja! Hallo! Ja. Hoe gaat het? Goed hoor. How teen girls are getting ready. I'm yeah. Good. Dit zijn de Teenage Girls, ja. Hey, en wat is jullie lievelingsscène uit de voorstelling? Ik vind Life on Mars echt. Zo, dat blijft zo iets moois. Niet eens wat je zelf zingt. Dat vind ik echt knap. Ja. Wat is jouw liefste moment van de voorstelling? Ja, ook wel Life on Mars, ook wel When I Met You. Ook Heroes, dat vind ik ook mooi. Oh ja, het einde. Het beeld. Love is Lost en No Game. Ik eigenlijk alles. Oh. Ja, zij moeten door. Oké, doei! Thanks guys! Bye. Doei! En om verstaanbaar te zijn op zo'n heel groot toneel en een groot podium hebben we natuurlijk zendermicrofoons nodig. Hier ligt dus mijne, 7. Ik ben nummer 7. Thomas, Michael, en dat is dan zo'n... voorzichtig zijn, anders wordt Joalie de zenderbaas een beetje boos. Maar dit is dus een zender, die gaat zo om. En dan zit er hier dus zo'n microfoontje. En dan ben je dus gewoon verstaanbaar voor iedereen. Hoe fijn is dat? Dit is de jongenskleedkamer van Jorrit, Jeroen en mezelf. Hier zijn ze, de sterren van de avond. Jongenskleedkamer, dat vind ik wel... Of de mannenkleedkamer. Mannenkleedkamer. Of de sterrenkleedkamer. Hey. Eigenlijk zijn wij de echte sterren van de avond, weet je. Kan altijd geknipt worden. Op lange A3 noten. Kijk, deze man die kan echt, wat ik niet kan, kan hij heel goed, dat is tekenen. Hij maakt steeds kunstwerken op spiegels. Dit is gewoon Bowie. Kijk. Ik ga me nu voorbereiden op vanavond. Bedankt voor het kijken en als je Lesbos nou nog niet gezien hebt, boek dan heel snel je kaarten. En dan zien wij je allemaal in het theater. Tot dan! I can't trace my-